Heb je zeg maar over de man, wat ik dan wel heel benieuwd naar ben, hoeveel, je zei van dit nummer kwam vrij laat in het proces. Uiteindelijk wordt het album ook zo genoemd en is het de openingstrek, is het een belangrijk track geworden. Ja. Hoe zat je daarvoor in die plaat, in dat concept? Was dat nog zoekende of had je een andersoortig of? Nou, er is niet een duidelijk concept waarbij we ons aan vast hebben gegrepen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat zeg maar toen de man klaar was, dat je eigenlijk dacht van nou nu weten we eigenlijk goed hoe we de rest gaan inkleuren. Of, toch of niet? Of? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk zonder al wel heel veel tracks en was dat het laatste puzzelstukje wat het gewoon opeens compleet maakte of zo. Maar waarom De Man zo'n belangrijke track is, omdat het nu gewoon wel echt vertelt waar ik sta in het leven, weet je. Ik ben nog steeds dezelfde jongens van een plan, ik doe nog steeds wat ik het allerbeste kan. En ik heb een kamertje gehuurd en let maar op, en binnenkort ben ik De Man. Ik probeer gewoon heel erg terug naar de basis te gaan met het album, zowel op persoonlijk vlak, maar ook op muzikaal vlak. Ik merk gewoon dat ik hele erg grote successen heb gekend, maar dat ik dat ook heb zien kelderen. Ik heb gezien dat heel veel mensen met me probeerden weg te lopen en weet je, het allemaal prima vonden. En toen het succes er niet was, ze opeens footsie waren. Weet je, en het feit dat ik zeg maar gewoon samenwoon en een vriendin had en dat nu allemaal weg is en ik ben letterlijk gewoon terug weer in mijn oude buurt en het is ik in het kamertje die gewoon elke dag op mijn fiets gaat naar de studio om nummers te maken zoals het eigenlijk eerst was in het begin toen ik met mijn eerste album bezig was. Dus ik ben in die zin terug naar de basis aan het grijpen. Dat wilde ik muzikaal ook doen, weet je, van wat kenmerkte mij toen op dat moment toen ik met mijn eerste album bezig was. En wat het is dat ik dacht gewoon toen niet na over muziek maken. Ik liet gewoon alles op me afkomen. Ik absorbeerde alles wat ik tof vond. En dat resulteerde dan uiteindelijk in de nummers die ik maakte. En daar ben ik naartoe terug proberen te grijpen bij dit album. En daarom is De Man zo'n belangrijke track. Nou, ik vind ook, zeg maar, als je de tekst, ik heb gewoon de tekst allemaal geluisterd. Ik vind ook dat als je de tekst hoort van De Man, is wel het meest persoonlijk en ook het meest, tenminste, denk ik in ieder geval. Ja, ik heb deze tekst ook ergens van 3 keer, 4 keer geschreven of zo. En niet per se omdat die andere versies niet goed waren of niet, weet je. Maar ik wilde gewoon wel een paar dingen expliciet benoemen. Gewoon de situatie waar ik nu in zit, waar ik in mijn hoofd mee struggle. Maar ook gewoon de geschiedenis, waar ik vandaan kom. Daarom is letterlijk de opener, weet je. Kleine jongens worden groot. Best wel ver gekomen voor het negen van de boot. Dat vond ik gewoon echt belangrijk om te benoemen, want dat is nu en mijn geschiedenis, zeg maar, in die twee zinnen. Dat stuk begreep ik niet helemaal goed. Wat is hetgene wat je daarmee bedoelt met een boot? En dat was voor mij was dat heel cryptisch. Het betekent letterlijk, mijn oma is letterlijk met de boot vanuit Suriname naar Nederland In gekomen. 1975 destijds of? Ja, eerder zelfs. Ja. En 75 was de onafhankelijkheid. Ja, precies. Ja. Maar dan breng ik het gewoon helemaal terug naar gewoon mijn hele cultuur en ras, weet je. De slavenschepen die vroeger welke landen ook binnen zijn gekomen. Het is niet iets vanzelfsprekend dat mensen uit mijn eigen buurt of weet je, of mensen van mijn kleur gewoon succes behalen. Dus daarom zeg ik best wel ver gekomen voor het nergens van de boot. Wij moeten gewoon wel harder knokken om dat succes te bereiken. Voel je dat zo? Ja. Ja? Ja, absoluut. Ja, wat vaker gesteld, ik ben dan blank, zeg maar. Ja. Ik heb dat idee minder, zeg maar, bij donkergekleurde mensen. Maar jullie voelen dat zelf wel zo? Nou ja, weet je, ik wil niet spreken voor een heel ras natuurlijk. Tegelijkertijd ook wel. Maar ja, ik voel dat en ik zie dat ook wel gewoon om me heen. Dat het gewoon wel een stuk moeilijker is. En dat het natuurlijk voor een blank iemand gewoon wel iets vanzelfsprekender kan zijn. En dat je daardoor ook niet hoeft na te denken om voor de dingen waar wij misschien extra hard voor moeten werken. Ja. Is dat, want ik had een aantal dingen opgeschreven ook uit die track. Een goede vriend zei, je kunt niet iedereen pleasen. Ja. Wie was die goede vriend? Ja, Mark, mijn manager. Daar heb ik gewoon heel veel mee geborsteld. En ook gewoon bij mijn vorige releases. Uit nature ben ik gewoon iemand die de hele tijd iedereen wil pleasen. Alle mensen om me heen tevreden wil houden. En zorgen dat iedereen het goed heeft.
al heb ik het in eerste instantie niet goed. En hij heeft me gewoon gezegd van, ja, je kan niet iedereen please. Ik probeerde muziek te maken en ik probeerde muziek voor iedereen te maken. Voor de hip-hop heads, maar ik wilde ook Hilversum tevreden houden. Ik wilde die kant tevreden houden, ik wilde de kunstwereld tevreden houden. Dat is gewoon niet mogelijk. Je kan niet iedereen pleasen. Please eerst jezelf en dan pas kan je andere mensen gelukkig maken. Dat is eigenlijk vanuit die uitspraak heb ik zeg maar dus dat zinnetje kunnen schrijven. Maar ook op basis daarvan is het hele nummer Ego Trip ontstaan. Weet je, ga eerst, kies eerst voor jezelf en je hoeft niet bang te zijn om eerst jezelf gelukkig te maken. Ja, hij geloofde zelfs in me toen niemand het deed. Dat is wat je dan zegt. Nou, daar heb ik het letterlijk over mezelf. Ja. Daar heb ik het over mijn... Ander punt, dat je, wat jij zegt, dat is natuurlijk al vaker teruggekomen, maar nu heel expliciet vind ik, zonder hulp van mijn vader daar gekomen. Ik wilde de man worden, maar die man die me dat moest leren, was er niet voor me. Ja, was er nooit voor me. Nooit voor me, ja. Ja. Hoe is dat? Is dat nog iets wat je, dat houdt je dus nog heel veel bezig, denk ik? Ja, man, hij is tegelijkertijd gewoon wel een van de grootste motivaties van mij om succesvol te zijn. Waarom? Omdat hij er nooit is geweest in ons huishouden. Dus waardoor ik ook gewoon harder heb moeten knokken om, weet je, om succesvol te kunnen zijn. Ik heb gewoon vanuit huis uit heb ik gewoon... Mijn moeder heeft me supergoed opgevoed, maar ik ben nooit echt gemotiveerd om succes te behalen. Of erop geweest van, ja, je kan alles worden wat je wilt worden. En ik denk dat die simpele zinnen, of tenminste simpel lijkende zinnen, zeg maar, gewoon wel heel veel met iemand kan doen. En ik kwam juist gewoon uit de omgeving. Kutscholen, kutbuurt. En ik werd de hele tijd verteld van, ja, je gaat niemand worden. Je gaat gewoon... Komt de eerste paar nummers komt wat veel terug. Ja, precies. Ja. Nou, toevallig heb ik pas voor het eerst in mijn leven mijn vader opgezocht. Ja, dat is via een vriend van mij gegaan en die werkte in de gevangenis. En blijkt dat mijn vader in de Bijlmer bij zit. En het bleek dus dat iemand in de gevangenis zat en de hele tijd te koop liep met mij. En zei van, ja, KDO, op wie lijkt hij? En die gast zei van, ja, ik ken die, weet je, dat is een goede vriend van me. En hoe zit het dan? Ja, ik ben zijn vader. En dat hij eigenlijk gewoon meteen een soort van dichtklapte. En toen vroeg hij aan mij, ja, zou je het interessant vinden om je vader te willen zien of te leren kennen? En daar heb ik een tijdje over nagedacht. En toen dacht ik, ja, ik heb nu, in tegenstelling tot eerdere jaren, eigenlijk helemaal geen wraak of woedegevoelens meer jegens deze man. Dus wanneer is dat omslagpunt geweest? Omdat ik nu gewoon eindelijk op mijn eigen benen kan staan. Ik, weet je, ik heb... Het is me gewoon gelukt. Ik ben daar gewoon uitgekropen. Ik heb gewoon hard gewerkt. Ik heb gewoon een bepaald succes gehaald. En nu heb ik zoiets van, ja, ik heb geen bittere gevoelens en ik wil het gewoon achter me laten. En als jij niet de verantwoordelijkheid kan nemen om mij op te zoeken of de man te zijn om, om voor die verantwoordelijkheid op te komen, zeg maar, dan doe ik het wel gewoon. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga gewoon naar hem toe, ook om dat mysterie gewoon te ontrafelen, om te zien waar ik vandaan kom en om die vraag te stellen van, ja, wat is er precies gebeurd? En hoe was dat? Het was een mooie ervaring. Ja? Ja. Ja, ik wist niet wat ik kon verwachten en ik ben er eigenlijk gewoon vrij blanco heen gegaan. Ik had geen vragen voor mezelf gepland of zo. Ik dacht, ik ga er gewoon heen, gewoon leeg. Ik ben gewoon klaar om te vergeven. En ik wil gewoon zien wat het allemaal inhoudt. En het was een mooie ervaring, want ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Maar er kwam een man binnen die gewoon, weet je, vitaal was en een gezond verstand had. In tegenstelling met de dingen die mijn moeder beweerde, weet je. Niet per se om hem in een slecht daglicht te zetten, maar mijn moeder heeft hem wel gewoon altijd afgeschilderd als een crimineel en een junkie, wat hij ook later toegegeven door hemzelf ook gewoon echt was. Dus ik dacht altijd van, ja, dit gaat gewoon en dit gaat gewoon schorem zijn. Maar ja, dat was een iemand met gezond verstand, grappig en we hebben gewoon heel veel bijgekletst en het bleek ook dat ik gewoon, ik had niet veel vragen, ik probeerde gewoon alleen, ik was alleen, ik zat de hele tijd te checken van, yo, dit is gewoon
waar ik vandaan kom. En hij vertelde me gewoon heel veel. En ik had ook wel gewoon meer begrip voor sommige situaties. Heb je hem nog gevraagd waarom hij nooit contact heeft durven zoeken? Nee. Nee. Hij gaf het gewoon de hele tijd zelf aan dat hij dat wilde. En dat weet je, er zijn blijkbaar dus gewoon bepaalde complicaties tussen hem en mijn moeder geweest. En dat hij het heeft geprobeerd in het begin en dat het gewoon niet goed afliep. En dat hij gewoon ook uit een bepaald respect gewoon, of uit angst dat de situatie alleen maar erger zou worden, afstand heeft genomen. En dat alleen maar erger en erger werd naarmate de jaren verstreken. En dat hij op een gegeven moment gewoon bang was om contact op te nemen. Maar dat hij wel gewoon echt alles van een afstand heeft gevolgd, weet je. Hij had het over tv-programma's waar ik in ben geweest, waarvan ik zelf niet eens meer wist dat ik in had gezeten. En dan wist hij gewoon precies wat ik allemaal had gedaan of hoe ver ik was gekomen. En dus dat was wel geinig om te zien. En ik hoefde die vraag niet eens te stellen. Ik zag gewoon in zijn ogen of zo dat hij echt spijt had en dat hij gewoon trots op me was. Heb je nog contact met hem? Nou ja, ik heb mijn nummer achtergelaten en hij belt me nu af en toe of ik een cd'tje voor hem kan brengen en zo. Ik probeer nu wel gewoon een situatie te creëren waarin we niks van elkaar verwachten of zo. Dat het alleen maar leuk is. En ik wil niet in de positie komen dat ik iets van hem ga verlangen en ik wil eigenlijk dat het andersom ook niet zo is. Wist jij dat dit heel erg speelde bij hem? Van zijn vader, zeg maar. Ja? Ja. Sowieso, op zijn eerste album heeft hij een liedje wat daarover gaat. Dus dat verhaal was me sowieso wel duidelijk. Maar praat je daar dan over, als je zeg maar als dit nummer gemaakt wordt? Of is het iets wat gewoon door jou wordt ingerept en dan ga je weer verder naar het volgende? Ja, weet je wat het is? Ik wilde ook gewoon helemaal niet dat dit album daarover ging. Ook al was het voor mij ook wel gewoon van, dit slaat alleen maar meer op de titel nu, weet je, de man die altijd afwezig is geweest in mijn leven en het komt nu allemaal gewoon helemaal rond, daarom vind ik de titel des te krachtiger, maar dit is een deel van mijn verhaal wat al gewoon eerder bekend was en weet je, het is net als ik over vrouwen rap of whatever, ik hoef niet elke lijn aan hem uit te leggen, weet je. Hij weet van oké, als ik zeg van zonder vader daar gekomen, ik wilde de man worden, maar de man die me dan moest leren was er nooit voor me. Nog één vraag over dit onderwerp. Wat vond je moeder ervan? Ik heb het mijn moeder pas na een week verteld en haar eerste reactie was dat ze het niet zo tof vond. Maar dat was gewoon puur uit zelfbescherming voor mij ook, denk ik. En ze zei van ja, ik kan gewoon niet zo heel goed bevatten waarom je moeite zou doen om iemand te zien die 26 jaar lang niet de moeite heeft gedaan om jou te zien, weet je. Ik bevat dat niet zo goed. En toen zei ik van ja, weet je, ik had gewoon wel bepaalde, ik denk dat het gewoon goed was voor mijn hoofd om dat een plek te kunnen geven om te zien wat voor gezicht erachter zit en weet je, zijn stem te horen. En dat zijn gewoon dingen die, dat zijn gewoon vragen die ik niet onbeantwoord wil laten mijn hele leven, dus ik weet niet of ik er meer dan dit mee ga doen, maar ik vond het wel gewoon belangrijk om het een plek te kunnen geven en niet bang te hoeven zijn dat ik, weet je, op een willekeurige dag op straat loop en dat in mijn hoofd dan een junkie me aanraakt, aantikken en zeggen, hé, ik ben je vader, weet je, dat wil ik gewoon voorkomen. En toen ik mijn moeder dat uitlegde, toen snapte ze dat ook. En toen zei ze, oké, ik ben uiteindelijk gewoon wel blij dat je hem bent gaan opzoeken. Maar was die angst er altijd? Zo voordat je wist dat je echt dacht van, op elke straathoek bij wijze van, zou die kunnen staan? Ja. Ik was er niet heel veel mee bezig, maar ik heb wel gewoon echt momenten gehad dat ik, ik heb ook zo'n lijn. Ja, dat ik ergens zeg van, niet op dit album volgens mij, moet aan mijn vader denken elke keer als ik een junkie zie lopen of zo. Dat die mogelijkheid er gewoon heel goed is, dat hij dat zou kunnen zijn dan.